Als je inzoomt op materie, zie je steeds kleinere bouwstenen. Stel dat we naar één druppel water kijken. Als we inzoomen op dat water, dan zien we uiteindelijk allerlei moleculen, watermoleculen. Die zijn ongeveer 10 tot de min 9e meter, ongeveer een nanometer groot. In dat molecuul zit in het geval van water 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom, H2O. Als we inzoomen op zo'n waterstofatoom, we hebben atomen, dat is een ding van ongeveer 10 tot de min 10e meter, dus een factor 10 kleiner dan een molecuul. In dat atoom zitten ook weer dingen. In het geval van een waterstofatoom heb je 1 proton in het midden en een elektron dat daaromheen draait. Dat elektron op zich is al super klein. Als je daarop inzoomen zie je een pakketje energie. En het, de omvang daarvan, wat dat precies betekent, is een beetje vaag, maar het is echt een super klein ding. 10 tot de min 18e meter. Diameter. Als we inzoomen op dat proton, dat grote ding in het midden van dat waterstofatoom, dan heeft dat ding een omvang van ongeveer 10 tot de min 15e meter diameter. En daar zitten ook weer dingen in, namelijk quarks. Up or down quarks. En die quarks zijn, net als het elektron, superklein. Orde grootte 10 tot de min 18e meter. Dus naarmate je inzoomt op materie, bijvoorbeeld op water, zie je steeds kleinere bouwstenen. En die kleinste bouwstenen, elektronen, quarks, die hebben een diameter van ongeveer 10 tot de min 18e meter. Superklein.